Ja, dit is een site met muziekles.tk of musiclessons.nl. Nou, kijk maar. En hier staat ook van alles over theorie van muziek, maar dan wel inhoudelijk, hè? Dus niks met populisme te maken. Allemaal degelijke muzikale kennis. Hier staat DigiSchool ook al in vernoemd, hè? Muziektheorie.net over instrumenten, puzzels is heel aardig, ook over gehoorschade, maar ook muziektoetsen, luistertoetsen over muziekinstrumenten. Daar moet je niet al te veel van verwachten, maar het is gewoon ook wel leuk om dat te zien als motivatie of whatever. Maar hier, printwerkbladen. Nou, trillingen in de muziek, wat is muziek? Hè? Les 1 van muzieklessen. Dan, waar komt het notenschrift vandaan? Guido van Arezzo. En zo. Intervallen. Het ontstaan van opera. Oud-Gregoriaans kerkmuziek. Meerstemmigheid enzovoort. Maar ook luistermuziek, de vlucht van de hommel. Heel aardig om dat te zien en te horen. Olifant uit Saint-Saëns. Natuurlijk, de pianisten staan er ook bij. Er zijn ook dieren. Danse macabre. Bourée. Enzovoort. Kerstliedjes. Zingen en dansen. Ook leuk, hè? De combinatie zingen en dansen. Dat zou ook wel. Nou goed. Toetsen. Maar ook speelstukken. Dat heb ik jaren gedaan met keyboards in de klas. Speelstukken, theorietoets, stukje bij stukje, stapje voor stapje aanleren. Hele nuttige site. Gerard.